psychologisch, emotioneel, fysiek, eigenlijk alles betekent in hand voor mij. Mijn assistentiehond biedt hulp, fysieke hulp aan iemand die fysiek minder kan. Dus waarom dat ik mijn hond nu heb, is eigenlijk omdat ik vanuit de rolstoel niet alles kan wat jullie als tweevoeters kunnen. Plus die is ook altijd 24/24 bij mij. Dus het is eigenlijk ook een beetje een soort alarmsysteem, want ik kan er laten blaffen op commando. Ik heb de aandoening osteogenesis imperfecta. Dat is de broze bottenziekte, dus dat daar eigenlijk geen eik aan. Ik heb een heel broos gestel, het breekt heel gemakkelijk. Ik heb Schipo sinds 2013. Dat is mijn allereerste hulphond. Voor mij, wat hij voor mij vooral doet, is dat hij heel veel dingen opraapt die ik laat vallen. Hij kan hier ook in huis de deuren openen. Hij kan ook het licht aan en uit doen. Hij gaat ook mee gaan werken. Dus voor mij is het heel moeilijk of zelfs onmogelijk om iets op te rapen die op de grond ligt. Op die manier, bij alles wat ik wil binnen handbereik hebben, is het eigenlijk noodzakelijk of is het eigenlijk wel handig dat de hond dat kan doen. Hachiko is een organisatie die assistentiehonden opleidt en die plaatst bij mensen met motorische beperking. We leiden niet specifiek onze honden op om het mentale welzijn van de personen te behelpen, maar onrechtstreeks doen ze dat natuurlijk meestal wel. De aanwezigheid van zo'n hond heeft op mentaal vlak en emotioneel vlak vaak een positief effect op de baasjes. We hebben vaak mensen die hier eigenlijk komen die soms niet heel veel sociale contacten hebben en eigenlijk een heel eenzaam leven leiden. En eigenlijk dankzij de aanwezigheid van de hond moeten ze buiten komen om met de hond te gaan wandelen, de hond zijn speelmomentjes te gunnen. En daardoor leren ze nieuwe mensen ook kennen. Ook door hier deel te nemen aan de stage leren ze eigenlijk lotgenoten kennen, waar ze ook vaak mooie vriendschappen mee opbouwen, omdat ze samen eigenlijk dat avontuur tegemoet gaan. De honden hebben zeker op emotioneel vlak een heel mooie invloed op de mensen en ook op hun sociale contacten. Ik kan dat eigenlijk zelfs bijna niet beschrijven, wat een band dat wij hebben, omdat dat zo... Dat is geen huisdier ook, het is veel meer dan een huisdier, dat is geen huisdier. En voor de wet worden ze ook niet aanzien als een huisdier. Voor de wet zijn ze echt wel hulphonden, eigenlijk een hulpmiddel. Maar het is zoveel meer dan dat. Het is psychologisch, emotioneel, fysiek. Eigenlijk alles betekent in hand voor mij. Ik ben heel vaak alleen. Dus dankzij de hond voel ik me daar toch wel een groot stuk zelfzekerder en zelfstandiger. En dus de hond is zeker een belangrijk aspect in mijn mentaal welzijn. Ja, ik heb het echt zwaar gehad, maar zij was daar wel. En zij heeft er echt wel voor gezorgd door tegen mij te duwen, door 100.000 keer mijn speelgoed af te komen, van kom aan, we gaan spelen, of kom aan, ik wil naar buiten. Ik denk dat dat er toch wel voor een groot stuk voor gezorgd heeft. Dat ik daar uiteindelijk, want dat heeft al een tijdje geduurd, maar dat ik daar uiteindelijk met hulp van anderen uiteraard ook in. Maar ik denk dat zij een van... Ik zeg altijd dat ik twee voeters en één hond gehad heb die me er echt uitgekregen hebben.